ik denk dat dat best mogelijk is als wij gewoon een goede pot spelen. En dan, stel dat lukt vaak genoeg, dat we dan Ahoy eventueel kunnen halen. Dat wilden we eigenlijk met de A1 vorig jaar, maar dat liep een beetje in de soep door corona. Dus dat lijkt me sowieso echt super vet. Ik ben Annelie, ik ben 18 jaar. Ik kom officieel uit Hoevelaken en woon nu om mezelf in Ede. Ik korfbal daar vanaf mijn 4e of 5e denk ik bij Telstar. Toen ben ik na de D'tjes naar Unitas gegaan, daar heb ik 4 jaar gespeeld. En ben ik doorgegaan naar Oost en heb ik daar eigenlijk elk jaar bij gezeten. Dan heb je toch wel een beetje bevestiging dat je wel een van de betere bent. En toen wilde ik eigenlijk nog hoger opkomen en steeds verder komen en dan het hoogste van het hoogste halen. Ik dacht, DVO is natuurlijk een korfballie club, dus dan kom ik daar sneller dan dat ik in de selectie pas over zou stappen. En toen heb ik heel erg getwijfeld, omdat Unitas ook echt een superleuke club is. En toen uiteindelijk toch maar besloten om op het hoogste niveau in de A te spelen. En ja, daar heb ik zeker geen spijt van. Mijn eerste jaar bij DVO was een coronajaar, dus heb ik half competitie gespeeld op het veld en in de zaal eigenlijk niet meer. En toen op een gegeven moment kwamen ze blessures bij de selectie en toen werd ik daarvoor gevraagd en heb ik daar meegedaan. Zij kenden mij eigenlijk niet en ik hun ook niet en dat ging me eigenlijk best goed af. Dus ik denk dat ik me toen gewoon goed heb laten zien en mocht ik meedraaien in het voorseizoen bij 1. En blijkbaar goed genoeg laten zien om echt als basisspeler daar te staan. Ja, super tof. Had ik niet verwacht zo snel. En ik leer er heel veel van. Ik heb er al heel veel van geleerd. En ik heb mijn doel behaald om in de korfball league te spelen. En nu nog hoger opkomen. Nou, nu ik in de selectie zit in de korfball league, wil ik hem nog hoger zetten om bijvoorbeeld met DVO Ahoy te halen. En het echte Team NL te halen uiteindelijk. Gewoon mooie momenten meemaken. Heel slecht, maar ik denk wel dat het een beetje went. Als ze dan nu zo'n vraag krijgen of als iemand anders zegt van ja, het is toch super snel en vet. En dan denk ik, oh ja, eigenlijk is het ook niet normaal, zeg maar. Maar ja, het gaat ook wel een beetje vanzelf. En dan achteraf denk je wel eens na van, oh ja, eigenlijk best wel cool. En ik vind het stiekem ook wel heel leuk dat er zo wordt gepraat. En nu ben ik er wel een beetje aan gewend en weet ik er ook wel hoe ik er een beetje mee om moet gaan. Dus gewoon een beetje loslaten. En als het een keer wat minder gaat, vind ik het ook helemaal niet gek als mensen dat benoemen, want dat is gewoon een feit. Tegen Oost Arnhem vond ik het wel heftig in de rust. Maar meestal kan ik het wel redelijk hebben, tenzij ik er zelf dan niet lekker in zit. Dan denk ik allemaal, hou je mond en ik moet eerst mezelf weer terugkrijgen, zeg maar. Maar over het algemeen, als iemand kritiek op me heeft, dan is het of terecht. En anders, als het niet terecht is, dan laat ik het ook wel gewoon gaan. Vroeger was ik altijd verdedigend juist beter. En dat zit eigenlijk altijd er nog in, denk ik. Ik vind het veel leuker als mijn tegenstander niks kan dan dat ik zelf 6 score bijvoorbeeld. Al is dat door het jaar heen wel een beetje anders geworden. To the darkest of night. Ik ben christelijk en ja, dat vind ik ook gewoon belangrijk. Dat hoort ook in mijn leven. Dus elke zondag ga ik ook gewoon naar de kerk. Als dat kan met corona. En dan, ja, dat is mijn zondag eigenlijk. Voor mijn gevoel heb ik gewoon altijd iemand bij me. En als het wat minder gaat, dan trek je daar sneller naartoe. Ik ben dus best wel een perfectionist. Als er iets niet goed gaat, dan keur ik mezelf gelijk af. En dat is niet altijd in mijn voordeel. En dan kan het mentaal soms wat minder gaan. En dan moet ik daar weer even overheen komen. En loslaten en weer lekker korfballen. Ik heb best wel wat gesprekjes erover gehad en het gaat al steeds beter. Alleen als je dan soms even een dip hebt, dan is het weer lastig. Maar het is niet meer dat ik na elke wedstrijd huilend dan op de bank zit bijvoorbeeld. Marjolein. Ik vind het heel spannend, maar ook wel echt leuk, want zij zijn echt mijn idolen soort van. En dan kan ik daar een beetje tegen oefenen en mezelf vergelijken. En ik merk ook wel als ik tegen zulke spelers sta, dat ik ook wel weet dat ik er niet nul kan doorlaten bijvoorbeeld. Marjolein Kroon is gewoon een supergoeie aanvalster en als ik daar ooit tegenkom, dan is het heel logisch dat hij er een paar doorlaat. En ik leer daar denk ik ook superveel van, om naar te kijken, maar ook als ik haar zou moeten verdedigen of tegen haar moet aanvallen bijvoorbeeld. Maar ja, ik vind dat ik die mensen ook moet kunnen uitschakelen. Want anders sta ik niet in DVO 1.
zaterdag is een superbelangrijk pot. Dan moeten we de play-offs binnenslepen. En ik denk als we de play-offs halen, dat we dan gewoon heel goed moeten spelen. En Fortuna en BKC of Fortuna of BKC moeten kunnen uitschakelen. Ik denk dat dat best mogelijk is als wij gewoon een goede pot spelen. En dan, stel dat lukt vaak genoeg, dat we dan Ahoy eventueel kunnen halen. Dat wilden we eigenlijk met de A1 vorig jaar. Maar dat liep een beetje in de soep door corona. Dus dat lijkt me sowieso echt super vet. En dat is altijd eigenlijk de wedstrijd van het jaar. Daar ging ik zelf ook altijd heen. Dus dat zou ik ook wel vet vinden om daar echt te staan. Maar dan moeten we wel goed spelen. Set your face to spannend. We moesten natuurlijk winnen. We moesten gewoon scherp starten, want de vorige keer deden we dat totaal niet. En toen hebben we het een beetje verpest. En nu begonnen we goed en kwamen ze op een gegeven moment een beetje terug. Wel spanning erbij. Maar het publiek was super chill. Het was echt super beleving, alles. En uiteindelijk hebben we gewoon punten gepakt. Ekkels hebben kapot, maar we hebben wel gewonnen. Dus dat is goed. Al die mensen die zo blij zijn, dat maakt me ook gewoon blij. En nu gewoon play-offs knallen. Dus uiteindelijk is dat superleuk.